Leden van de gemeenschap, in het komende begrotingsjaar zullen nog vele van ons voor kortere of langere tijd in de bijstand terechtkomen. Geeft niet hoor, allemaal samen genieten van de bijstand. Ja, gezellig. Samen in de Malle Molen, waar aan alle kanten de vingertjes naar ons worden uitgestoken van familie, vrienden en kennissen die ons beschouwen als werkschuw en profiteurs. Dit is Rotterdam gezien door het ene oog van een videocamera. Rotterdam Oud en Rotterdam Nieuw. Gedeeltes uit programma's speciaal gemaakt voor de Rotterdamse bevolking door het videocentrum van de Rotterdamse Kunststichting. Daar is hij weer met... In juni 1976 startte het videocentrum met wijkgerichte producties van videoprogramma's. Ter ondersteuning van de Rotterdamse wijken bij hun acties en initiatieven hun woon- en leefsituatie te verbeteren. De programma's van het videocentrum worden in nauw overleg met de wijkgroepen vervaardigd. Zij zijn de opdrachtgevers. Het videocentrum helpt hun ideeën vorm te geven. De financiering geschiet via een garantiesubsidiepot die de afdeling wijkaangelegenheden van de gemeente Rotterdam jaarlijks beschikbaar heeft voor wijken die video willen gebruiken ter bevordering van de bevolkingsparticipatie. Krooswijk is, we zien de toekomst zeer somber in. Wij zijn angstig dat wij teruggedreven worden naar de tijd van voor de oorlog. Wat zijn het niet de arbeiders geweest uit onze wijken die Rotterdam gemaakt hebben tot een van de grootste havensteden van de wereld? En denk u er eens heel goed over na wat we vanmiddag hier gezegd hebben. He? En veeg alles eens niet van de tafel af, want bij u is het laatste waar wij konden komen. En wij, Krooswijkers, die heel de leven dus in krotten hebben gewoond, hebben ook recht op nieuwbouw. Net zo goed als ieder ander. Knallen valt naar beneden en de ratten die spelen mooi weer hier in die poort. De programma's worden vertoond op gratis beschikbaar gestelde afspeelapparatuur. In huisbioscoopjes zoals hier, winkeletalages, buurtvergaderingen en in samenwerking met de afdeling wijktentoonstellingen van het Lijnbaancentrum in de mobiele kijkkist. Programma's kunnen gebruikt worden om zoveel mogelijk wijkbewoners te informeren over acties en wijkproblemen, zoals renovatie, huurverhogingen, bestemmingsplannen, nieuwbouw, maar ook welzijnsvoorzieningen en wijkfeesten. We liggen er ook. Ziet hoe rot die dingen allemaal zijn? Ik ben blij dat ze weggaan. Wat dacht je dan? Mijn eigen zoontjes ermee drangen aan 3 weken geleden. Het is mijn zoontje ze dood geweest. Door die teringding. Kijk naar hoe goed dat gezet is. Dat mag toch normaal niet, hè? Dat eruit trekken zo. Nee, zeker niet. Maar dat zetten ze op die koolsingel niet neer, hoor. Nee, daar krijgen ze een mooie betonnen paal, mooie bloembakken. Daar krijgen ze alles even goed. Ja, daar krijgen ze mooie bloembakken. Kijk naar, moet eens kijken hoe ze dat er allemaal uit tillen. Niks gedaan worden. Allemaal rommel krijgen. Daarmee hebben de bewoners van Krooswijk bewezen hoe slecht of deze schuttingen zijn. En daarmee hebben ze ook bewezen dat het noodzakelijk is dat BMW binnen de kortst mogelijke tijd het voorbeeld gaat volgen. Zodat niet de bewoners, maar de gemeente alle andere schuttingen gaat slopen. Maar daar direct voor in de plaats schuttingen zijn die niet meer gevaarlijk zijn voor onze kinderen. Dit is een product vervaardigd in de werkplaats van het videocentrum, waar professionele of amateurkunstenaars het medium kunnen gebruiken.
tot gevolg hebben dat het behoorlijk gaat dooien. Alleen in de provincies Groningen en Friesland zal het nog wel blijven vriezen. Er zijn trouwens dit weekend weer een hoop mensen door het ijs gezakt. Dus kijk even in de krant of het ijs waar je gaat schaatsen is goedgekeurd. In eerste instantie is deze werkplaats echter bedoeld voor de wijkbewoners die een opleiding kunnen krijgen om in voorkomende gevallen zelf de videoapparatuur te kunnen gebruiken, zoals hier in Krooswijk. Deze brandtrap is niet veilig voor kinderen. De treden zijn te hoog en het hekwerk is te ruim. Er zitten tralies voor de ramen. Het is net een gevangenis. Je hoeft geen nieuwe gevangenis te bouwen. Dit is lekker goedkoop. Je hebt maar 2 cipiers nodig. Bij de ingang en uitgang. Dus neem de Adema van Schelten maar school. Om deze TL-buis zitten geen beschermkappen. Dag, dit is Tilt, hier staat Bob Visser. Ditmaal, hoe is het een wonder met de knokkel op de haan? Voor schoolverlaters, rijp en groen, in gevecht vanwege een baan. Wie zijn werkers, wie de lozen? Ik krijg niks anders als rotte banen naar mijn hoofd gehoord en dat zie ik niet zo zitten. Je bent een beetje op Tilt geslagen, jij? Ja, dat klopt, en een beetje veel wat dat betreft. Want ik zeg, ik ben er gewoon helemaal agressief van geworden. En ik heb er dus erge rotbuien door. Dit is weer de Tiltcode boodschappenrubriek. Ditmaal met tips waar te gaan voor recht en plicht en plicht. De eerste code van kale kip aan brouwer. De spijker amputeert mijn arm 3 maal. Bel arbeidsinspectie als het link is op je werk. Hou ook je werktijden in de gaten. Tiltcode.